Hi iedereen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Vandaag is het 12 oktober. we zijn vandaag op Juliet. En het is niet echt een update video, het is gewoon een hi video. Of een update, een let's play video. Maar gewoon een hi, ik leef nog. Afgelopen zondag geen video geüpload. Het komt omdat ik op vakantie was, ik zat in Spanje. Ik heb wel nog 2 let's play video's in mijn bestanden staan. En die ga ik in de loop van de weken online zetten. De let's play van Star Stable en de let's play van de Delicious. Maar ja, afgelopen zondag was er dus geen update, want ik was er niet. En even kijken. Ik ben ziek. Vorige week donderdag was ik jarig en toen zijn we naar Spanje gegaan. En toen, ja, we zijn gisterochtend eigenlijk teruggekomen, dus ik ben ook nog een beetje moe en uitgeput. Vooral omdat ik gisteravond gewoon weer moest werken en vandaag heb ik ook gewerkt. Dus ik neem nu eigenlijk een beetje een random videootje op die ik zo meteen ga plaatsen. Met een beetje uitleg en dit en dat. Want in de let's plays heb ik natuurlijk ook 1 let's play is geloof ik zonder geluid, want dat ging niet zo goed met mijn microfoon. En de andere let's play is wel met geluid. Volgens mij heb ik daar gezegd dat ik volgende week nog jarig ben. Nou, dat was dus vorige week. En ik had eigenlijk gedacht dat die video wel online zou zijn voor mijn verjaardag. Maar dat is dus niet gebeurd. Ik heb een berichtje. Dus ja, ik ben nu zelf ook een beetje moe en een beetje suffig. Maar we gaan het gewoon doen. Ja, kijk, ik had vorige week wel, voordat ik wegging, de code van de vogel gedaan. Die hebben we nu hier. Hij vogel. Wat een grappig ding. Oh, hij heeft een rood hoed. Er valt wat op mijn bureau. Oké. Hij heeft een rood hoed. Oh, hij kijkt zo vrolijk. Hallo. Oh, nu staat er wat vast. Oh, nee. Boom. Leuk ding. Leuk ding. En ik heb die ook nog van de fashion show van 3 weken geleden, geloof ik. Plusenzee. Hallo zee. Nou, wat voor leuke dingen hebben we allemaal hier. Zo, we hebben een verjaardagsrace. We hebben 2 uitroeptekens erbij. Star Stable, dit moeten jullie echt even aanpassen. Elke keer als je opnieuw opstart, dan gaat het natuurlijk weer resetten en dan komt alles weer terug. Oh, ik heb hier ook een uitroepteken. Waarom heb ik daar een uitroepteken? Wat heb ik allemaal gemist? Cela en de zeemeeuwen, dat is in Fort Pinta. Verjaardagsverantwoordelijke in Moorland. Een droom over ijs en bliksem. Oh, wacht, het is volgens mij, dat zijn de missies in voor de fjordpaarden die weg zijn, of niet? Nou, we zullen zo even kijken. Ik weet het niet, ik heb al 1,5 week geen Star Stable gespeeld. Oké, wat gebeurt er? Haal de finish. Let's go. Ik heb echt totaal niks gedaan. Normaal zet ik mijn stalhulp al aan, maar dat heb ik ook al een tijdje niet. Dat zie je wel in de Star Coins. Ik ben eindelijk weer een beetje aan het sparen. Maar weet je, als ik niet speel, dan heeft het eigenlijk ook weer geen nut om voor 30 dagen een stalhulp aan te zetten. Want ja, je paardje blijft wel vrolijk, maar verder. Nee, vorige week was ik ziek. Dus ook echt, het weekend had ik nergens last van. En maandag, ook echt op 1 oktober. Toen zat alles vast en ik had hoofdpijn en ik was misselijk en ik was gewoon echt zo slecht. Ik voelde me zo slecht. En ik had die zondag vrijgevraagd voor afgelopen donderdag dan voor mijn verjaardag. En toen had ik zoiets van, nee, moet ik nou echt ziek worden? Ik kan me nu niet ziek melden natuurlijk, want dat is gewoon, ja. Dat is weer vreemd als je eerst vrijvraagt voor een dag en dan 3 dagen ervoor meld je ziek, weet je. Dus toen ben ik gewoon gaan werken maandag en dat was echt heel iets van, why? Maar ik ben om, ik heb 3 uur gewerkt en toen ben ik naar huis gegaan. Dinsdag was ik vrij dan, nou ja, vrij ziek. Woensdag en donderdag heb ik wel gewerkt.
Maar ja, hè. Wolf Eye. Ik weet niet of hij er fantastisch uitziet hoor. Hij is een beetje... beetje chillig. Maar wel bijna level 13, yay! Ik heb nog een... Oh, jij bent de verjaardagsrace. Dus die moet ik dan praten. Geers naar het winkeltje. Wat is er in het winkeltje? Nou ja, zoals jullie kunnen horen ben ik eigenlijk nog steeds een beetje verkouden, een beetje schor. Maar ja, ik heb mijn hele vakantie ook lopen hoesten en proesten. Maar het was wel lekker. Lekker zen. Daar is de verjaardagsverantwoordelijke. Die zit nu ergens daar zo. Ik weet niet waar ze helemaal zit. Ik weet wel dat ik een spelletje op mijn telefoon aan het spelen ben. Die vergeet ik af en toe. Oh, wacht, dat is op dat terrein natuurlijk, hierboven. Waar het zomerfestival ook werd gehouden. Het midzomerfestival, kan je geloven dat het al bijna 2 maanden geleden is? Of iets langer zelfs. Wanneer was het in juli? Of augustus, juli, augustus, zo. Hallo. Oké, leuk. Nou, ik heb er 3, dus daar hebben we niks aan. Wil je hier nou hetzelfde? Of kun je hier wat andere dingen kopen? Nee, hetzelfde. Oh, ik kan een verjaardagstaart kopen. Oh, wat lachen. En dan? Kom maar mee. Wil je opeten? Of? Nou ja, we hebben taart. Taart is altijd goed. We gaan gewoon even wat leuke dingetjes doen. Nou, dat denk ik. Oh, dit is voor die... voor de vuurwerk. Nou, laten we dan een vuurwerk dingetje kopen. Hi. Oh, nee, dat moet niet bij jou. Dat moet bij jou. Nemen we een tollende zon. En een grote vuurpijl. Kijken wat we kunnen doen ermee. Het is een beetje een fruitig thema wat ze hier hebben. Een beetje watermeloenachtig. Oké, let's see how this works. Oh well, that's creepy. Wee. Made a picture. Lachen. Oh boy. Mijn startschip is een beetje lang, hè? Nou, dat ziet er wel leuk uit. Ik weet niet wat ik met de rest moet, maar ja. Ja. Mijn inventory is wel erg vol. Ik weet niet precies wat ik gedaan heb, maar... Oh ja, ik ging vorige keer mijn kast opruimen en toen ben ik halverwege gestopt. Dat kan. Let's go to... Fort Pinta? Ja, joh, waarom niet? Wat was daar? Cela en de zeemeeuwen. Oh, dat zijn dat zeemeeuwen. Die kan je extra kopen, geloof ik. Hoe haalde je dit beest ook alweer vliegend? Zo? Ja, hij vliegt wel een baasje. Hij heeft een beetje dezelfde kleuren als Wolfeye. Dat is wel leuk. Een beetje dezelfde grijze shizzle. Ik ben benieuwd waar ze helemaal staat. Ah, Disco Fever. Het is vrijdagavond natuurlijk, ja. Hé, hey, sinds waar staat dat mens? Oh, daar. Zag ik er net te laat. Mm-hmm.
Hi. Ik zie dat je paard rijdt. Ik hou van paarden, dan weet ik gewoon dat je ook van zeemeel houdt. Oké. Toch wel eens. Oh ja, ik heb nog een chocolaatje. Goed, van olievlekken van de GE die ik je dat te huis bieden. Laten we eens kijken. Oh nee, oh wat schattig. Oh, kijk dan, hij is helemaal. Ik zou graag wel mijn paard willen zien. Ja, dank u. Kijk dan, het heeft een mutsje en een sjaaltje. Oh, wat leuk. Hey, Steven. Hallo, Steven. Zullen deze normaal uitziende zeemeel Steven? Noem me denken aan Finding Nemo met die zeemeel. Finding Dory, ik heb geen idee. Waren dat zeemeeuwen? Nee, wacht, dat waren geen zeemeeuwen, dat waren zeehonden. Klinkt als. Doe me denken waarschijnlijk aan pinguïns van Madagaskar. Want pinguïns en zeemeeuwen zijn hetzelfde, je weet zelf. Ik hoorde laatst op de radio het liedje Rampeneren van de Party Squad. En ik weet niet hoeveel mensen van jullie dat nummer kennen. Maar, oei. Dat is zo'n oud nummer, hè. Ik vind deze echt cute. Ik ga hem kopen. Ik heb geen plek. Oh, hij staat er al. Ik heb hem gekocht. Cela de zeemeel. Oké, waar gaan we nu heen? Ik ga eerst even kijken hoe lang ik al opnemen ben. Ik heb geen idee, volgens mij niet zo heel lang. Maar ja. Oh, kijk, nu vliegt de zeemeel. Het is niet van mij. Het vliegt nu gewoon vol met de zeemeel en met hoedjes. Ja, dat kan. Dat kan. Aha. Muur. De voorraad. Kamer is vol. Ja, maar hoezo dan? Ik bedoel, dit gaat toch allemaal op elkaar? Waarom heb jij trouwens je hoefijzer niet aan? Jawel. Nou, dan kan ik hem ook pakken. Ik heb toch gelijk erin zetten. Dat is toch niet zo moeilijk? Oh, Star Stable. De enige reden dat deze skeletten erin staan is omdat ik... moet weten welke skeletten ik moet vinden, zeg maar. Dit zijn de enige twee die ik nu mag hebben. En dan hebben we de Romeins kruik, servies van de kapitein, het zwaard en zo. Alles van New Hillcrest, dat heb ik nog niet. Maar ik heb geen zin om heel Epona af te zoeken. Maar ja. Maar hoe doen die krengen? Die archeologische ontdekkingen. Moet ik eigenlijk wel doen, want ik ben er nog lang niet. Ik moet nog 3400 punten hebben om een bewonder te hebben. En ik hou niet van onafgemaakte dingen. Ik vind het ook heel erg vervelend dat deze niet verder kunnen, zeg maar. Dan heb je heel ding met bewonderd. Ja, de Fort Pintaskantwinkel heb ik ook niet. Daar ben ik echt altijd te lui voor. Nou, deze kan geloof ik niet meer. Daar hebben ze zelfs geen dagelijkse dingen meer van. Nee. Jamie zit hier zo. Dus dat is eigenlijk ook wel sad. Nou, hier doe je eigenlijk ook niks. Het is eigenlijk een ding voor Star Stable. Jongens, doe niet gewoon een nieuwe reputatie. Een reputatieding erbij, maar gewoon de oude. Help ons dit helemaal groen te krijgen. Want ik heb een slecht geval OCD en ik wil graag alles 6000 hebben. Behalve dingen waar ik echt geen zin heb om te doen. Ik ben echt lui op soort van momenten. Het Epona bijvoorbeeld. En de Stone Growth Expeditie moet ik ook nog steeds doen. Maar ik ben er bijna. Kijk, dit gaat ook nooit verder. En deze irriteert me ook. Dat is de enige die nog op neutraal staat. So sad. Oh.
Laten we even naar veel deel gaan. Had ik nou net een trainer naar Fort Pinter gepakt of ben ik gaan lopen? Ik weet het allemaal niet meer, joh. Waar ging ik ook alweer heen? Veel deel. Veel deel. Veel deel, waar are you? Star Stable is 7 jaar geworden en wat voor thema gebruik je? Watermeloen. YOLO. Dus de Zilverzong Rivier. Nou, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Met Avalon. Hallo Avalon. Interessant. Zoveel bevroren lichamen. Een winter zonder einde. Is dit? Vergeef me, Juliette. Ik ben nog steeds overstuurd door een droom die ik vannacht had. Oké, dit duurt lang. Donker onderzoek uit het noorden. Veel weer bedenkt met sneeuw. Vrienden en geliefden zaten gevangen in blokken ijs. En die schreeuw zoveel pijn. Het kwam uit een plek buiten de druïde provincie van achter de ijspoort. Achter de ijspoort. Nou, Star Stable heeft gezegd dat dit jaar niet een nieuw gebied komt. Dus dit is gewoon... Dit is gewoon lekkermakerij dit. Dat kan niet anders. Met de maker om dromen of visioenen te hebben die laten echt uitkomen. Niet elke droom is voorspellend en niet elke voorspelling moet letterlijk worden opgevat. Wat deze gave een vloek maakt die wij druïden met voorzichtigheid behandelen. Laten we niet vergeten dat we met de arme Cassandra van Troy... Wie? Gezien de ernst van dit visioen is het misschien slim om verder te onderzoeken met Juliette. Je hebt over de Kalter gehoord, neem ik aan. Vriendelijke mensen, een beetje teruggetrokken die achter de ijsbord wonen. Ik heb geruchten gehoord dat ze afgezanten buiten de poort hebben. Klopt. Misschien kun je ze een bezoekje brengen om te kijken of alles in orde is. Dan kan ik deze droom achter me laten als ik gewoon een nacht mee en weer rustig gaan slapen. Oké, als het goed is. Was er een paardentrailer naar de ijsbord? En aangezien Wolfeye geen verborgen dinosaurusvallei paard is, gaan we gewoon lekker met de paardentrailer. Want ik ben een lui persoon. En ik wil geen ander paard halen. Maar het geeft wel het sterke idee dat de ijspoort open gaat. Maar ja, er komt geen nieuw gebied. Dus ik ben benieuwd wanneer, wanneer ze ermee verder gaan. Oh nee, kan ik niet. Ik dacht dat dat kon. Het zou moeten kunnen. Nou ja, dan gaan we naar Nick. Of ben ik er nou eigenlijk 28 keer voorbij aan het gaan? Nou, dan gaan we daar maar in. Ik ga geen ander paard pakken, dus we moeten maar even stuntelen. Dat is hier het doel te hebben. Ik heb het zeker niet. Arme Wolfeye. Helemaal moe en ziek. En dan nu ook nog ijskoud. Dit gaat waarschijnlijk echt 4 uur duren. Maar ach, altijd leuk. Ik ga het even doorspoelen naar de kalter, zoals ik zie jullie zo. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Dum 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 dum. They're going away. De ijspoort is open. Hallo, jullie kijken zo boos. Oh, spooky dit. Het skelet. De dinosaurusvallei. Nee! Waarom gaat die dicht? Zo gemeen. Hier stonden...
En hier stonden de fjordpaarden. Zagen jullie dat? Oh, hallo. Ik drukte niet op een knopje. Maar zijn ook altijd zo gehaast naartoe gegaan, is het een bewijs dat Avalon's droom voorspellend was. Ik moet terug naar Avalon en vertellen wat ik heb gezien. Ja, want hier stond een paardentrailer. Hier stond een ding. Hi. Hier stonden de kalters. Dan moeten we helemaal naar Avalon. Oh, ik ga niet helemaal naar Avalon lopen. Geloof me, het duurde echt veel te lang om daar te komen. Maar dan ook echt veel te lang. Werd ik ondertussen ook nog afgeleid. Maar dat zag er wel nice uit dat die ijspoort open was. Ik ben echt benieuwd wat Star Stable hiermee van plan is. Volgens mij komen volgende week de nieuwe fjordpaarden. En dan ben ik echt benieuwd of deze storyline verder gaat. En of Veildale straks bedolven is onder sneeuw. Howdy. Vertrouw erop dat de kalten hier verzekerd hebben dat alles in de vallei vredig is en dat we ons weer zorgen kunnen maken over belangrijke zaken. Wat hebben ze? Zeker dat je zintuigen niet voor de gek hebben gehouden. De kalten zijn gevlucht door de ijsport. Een bloedstollend gebrul. Ik heb geen gebrul gehoord. Waarom komen al mijn meest verschrikkelijke dromen uit? Vorige week droomde ik dat Alex me een puppy bracht, maar helaas dat was... Oh, ik kom met een puppy voor je, Avalon. Ik hoor naar de meeste pions sturen. Laten we andere zoolrijders hierop doen. Met me niet meer lastig vallen. Zusterschap heeft genoeg op haar bord. Zonder de bevroren apocalyps. Oh, wat erg. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ben echt zo benieuwd. Oh, zo spannend. Er was iets nieuws ofzo. Oh ja, was dit? Verberg mijn hoed. Hoofdstel sterren verbergen. Oh. Zo saai. Chat dempen, daar krijg je niet eens. Oké. Okay. Club uitnodigen. Ja, ik zit al in een club. Gebruikers inter... Oh nee. Verkeerde knop. Ik zit alleen in een knop. In een club. In welke club zit ik? Ik ben de enige. The Dynamic Pearls. Ik vond het een hele leuke naam. Boeh! En nou sta ik hier. Nee. Ik werd even afgeleid. Maar we hebben vandaag weer superveel dingen gedaan en ik heb uitgelegd waarom ik vorige week geen video heb geplaatst. Ik heb eigenlijk, ik begin eigenlijk een standaard te krijgen om op elke zondag een video te uploaden. Dus ik denk dat ik dat er sowieso in haal en dat ik een beetje wat extra video's erbij ga doen. Of nog niet, ik moet even kijken hoe het zit, want ik heb nu echt zoveel tering zo hier, sorry taalgebruik, zoveel rotzooi liggen overal. Dat ik een beetje mijn schema's en mijn dingen en mijn datjes helemaal... Ja, ik had het net over mijn OCD. Ik ga zondag zoveel opruimen, dat wil je niet weten. Leuk nieuwtje. In december ga ik elke dag een video uploaden. Dat is dus niet alleen op een zondag, maar gewoon elke dag komt er een video online. Wat voor video's dat zijn, dat zien jullie dan. Maar het is eigenlijk een beetje een holiday special. En december is eigenlijk ook wel een feestmaand. Dus ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten. En december is natuurlijk nog wel een hele lange weg. Maar ik ben zoveel video's aan het voorbereiden om in ieder geval elke dag tot en met kerst en op kerstdag zelf. De eerste kerstdag zelf een video online te hebben. Wat ik daarna ga doen is weer waarschijnlijk de rest van december ook nog verder gaan met video's. Maar voor nu... staat de planning van 1 december tot de 25ste. Maar, wie weet wat er allemaal voor leuke dingen gaan gebeuren. Er staat sowieso elke dag 1 video online en er komen af en toe nog wel meer video's. Dus wie weet,
Ik zou gewoon zeggen, blijf kijken. Verwacht heel veel leuks in december. Verwacht heel veel leuks de komende 2 maanden. Verwacht gewoon super veel leuks op mijn kanaal. En dan zeg ik voor nu, jongens, fijne avond, fijne dag. Ik weet niet wanneer jullie het kijken. Hij komt zo meteen online. Dus voor degene, voor de vroege vogels, fijne avond, slaap lekker. En voor de late vogels, geniet van jullie weekend. En dan zeg ik tot de volgende keer. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en druk op abonneren. Daar maak je me echt heel blij mee. Tot de volgende video.